Meteen akkoord, toen u zei van jongens, ik doe het niet meer? Uh, nou, de vorige keer speelde dat eigenlijk al. Dat ik aangaf van dus het was ook geen donderslag bij helder hemel. En natuurlijk praat je dan nog wel even met elkaar erover: van is dat nu ook. Uh, uh, door de verandering van de, uh, van de politieke situatie, ja. de vervroegde ja. verkiezingen. Nog wel een goed idee. En, maar uiteindelijk was er ook breed draagvlak voor de conclusie, nee, het kan gewoon. Er ook, is niet uh, opnieuw een beroep op u gedaan, dit keer. Het is, het is natuurlijk weer met elkaar besproken van, uh, is het verstandig om het te doen of niet. Uh, maar er is uiteindelijk ook uh, absoluut in, in uh, goede overeenstemming gezegd, dit is een prima okay. moment. We gaan het straks proberen. Er is altijd natuurlijk weer uh, uh, een, ja, dus. een gesprek <laughs> waarbij, waar, waar je even de nieren geproefd wordt... van, nou, uh, nou is het inderdaad het, het, het goede moment? En, uh, maar het scheelde ook, en dat bleek ook uit de unanimiteit voor de steun voor Chris... Er was een alternatief. Uh, ...dat, dat ja. uh, hij al echt de beoogde opvolger was. En uh, nou, tegenwoordig is zeker de, de aantal jaren dat hij in de Kamer zit... al alles een keer meegemaakt, alweer heel lang. Vijf jaar, ja. We gaan...